Goedemorgen, daar zijn we dan. Goedemorgen. Wat gaan wij doen? Ik denk op wereldreis. Ja, want we gaan een weekend weg. Alleen... Pas allemaal niet. Pas weer. Ik krijg nu al hoofdpijn. Ja, het nacht. Is gewoon één nacht. Het is maar één nacht. Eén nacht. En het past niet. Oh joh. Waar je allemaal meegenomen, Rico? Nou, dit is dus onze één nachtje weg. Opstappen. Het is wel lichtelijk jullie schuld, hè? Want jullie hebben boodschappen gedaan. Ja, kijk, het past gewoon niet. Maar niet. Na het weekend is dan het gaat niet dicht. Het voelt als een hier oud. Het gaat niet dicht. Nou, we zijn aangekomen hier in Kinderdijk. En we hebben zijn even toeristen eigen hand met een koffie en een theetje to go. Ja, het is druk hier. Wel gezellig. En het waait. Toch? Het is heerlijk. Ja, dit is... Veel Chinatown. Dit is onze reisleider. En die gaat nou iets vertellen over de molens. Ja. De molens zijn 500 jaar oud. Ze staan op het wereld UNESCO lijst. Erfgoed. Erfgoed lijst, ja. En daar zitten vogels hier. Oké, okay. Nicky, nog meer aanvullingen? Nee. Ik heb hem wel een aanvulling. De koffie is heerlijk. Ja, ja. We hebben wel goede koffie. Ja. Kijk, er zit al op suiker in, jongens. Kom op. Ja, nou, dus echt. Wij gaan even lekker een stukje wandelen. Even genieten van het lekkere weer. Even mooie molentjes kijken. Fotootjes maken. Oh ja, enig. En De eerste is al gemaakt. Ja, de eerste foto is al gemaakt. Alleen dat was niet even bij een molen. Maar dat maakt niet uit. Dat was met klompen. Lekker Hollands. Lekker Hollands. Dus wij gaan hier even wandelen. Ja. En daarna weten we nog niet. Zien we zelf wel. Zo, want zo is ons weekend. Hier lekker in Kinderdijk en we hebben natuurlijk ook een paar feitjes en die gaat Nick jullie vertellen. Ja, er zijn zeg maar in Nederland zo'n 1200 molens en hier in Kinderdijk vind je er maar liefst 19 bij elkaar. Deze molens worden gebruikt door de waterschappen om het water in de polders op peil te houden. Nou, dus voor degene die dit nog niet wist, zoals ik, dat was het feitje van de dag. Ja, en Kinderdijk is zo opgebouwd in 1738. Oh, dan zien ze er nog goed uit. En de oudste molen is wel meer dan 500 jaar oud. Dan zien ze er nog goed uit voor die tijd. Vind je niet? Zeker. Wij ook, toch? Wij ook. Nou, wij lopen weer terug naar de auto. Jazeker. En wat vond je ervan? Nou, ik vond het leuk. Leuk, lekker weer, mooi, gezellig. Leuke molens. Mooie molens. Weer wat geleerd en gezien van Nederland wat we nog niet eerder gezien hadden. Ja, en nou zeg ik tijd voor... Eten. Eten. Nou, wij zijn hier aangekomen bij ons hotel. Hij is erg leuk. En dit is Nicky. Nicky heeft dit mee als bagage. En ja. Peter is helemaal van de elektronica. En zoals je kan zien, degene die voor het eten zorgt dit weekend... Gaat gewoon met een coolbox. Ik ga schaften, dus ik denk voor het eerst in mijn leven dat ik met een coolbox het hotel in ga. Ja, Rico gaat met een coolbox het hotel in. Het is voor morgen. Ja, het is voor op de boot, maar je moet wel even koud blijven vandaar. Maar het is wel gek hè, Nicky? Nee, ik kan helemaal. Heel normaal allemaal. Dit hoort weer bij ons. Waarom met deze coolbox? Vinden wij allemaal gewoon heel bijzonder. Ja. Kom maar. Ik denk dat de lift te zwaar wordt met die coolbox. Druk alle knoppen in. Nee. Nou gaan we naar elke verdieping. Wie moet het plassen? Oh. Ik moet plassen. Wij hebben zojuist onze sleutel gekregen van de hotelkamer. En dat is dit.
Ja. Het is een beetje blijven hangen in de jaren 80. Het is net alsof we op de slaapkamer van de Golden Girls zijn beland. Nou. Maar wel heel leuk. Heel gezellig. Heel cozy. Cozy is het. Daarentegen is dit wel weer wat, dat nieuwe. Dit hebben ze wel aangepakt. Ja. Leuk. Eventjes klaarmaken en dan gaan we eventjes lekker wat? Eten. Lekker even wat lunchen. Eten. Nou, wij zijn lekker hier even bij ons hotelletje wat aan het eten. Of tenminste, we hebben eten besteld. Eten. Maar we hebben sowieso... Wijn. Wijn. Hey. En wat hebben ze aan de andere kant? Bier. En bier. Proost. Ja, want Nicky, ik wilde echt geen wijn. Maar Nicky zei, doe nou maar gewoon een wijntje, want het is lekker weer. Ik zei, nou is goed Nicky, dat ga ik doen. Dus Nicky, ik heb voor jou wijn. Dankjewel. Ja, lekker toch. Eerste maaltijd van ons weekend, heerlijke lunch, eigens bereid. Wat had jij? Pulled chicken. Ik heb een steak sandwich. Oeh, met vlees bij. Pulled chicken. Oeh. En ik, ja, hetzelfde. Pulled chicken. Echt waar, stel dat je drie... Ja? Wijnzuipers. Wijnzuipers. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En we zijn weer on tour, hè? Ja, we zijn helemaal omgekleed, helemaal ingesmeerd en ready om naar het strand te gaan. Ja, hopen dat het een beetje weer is. Want we hebben onze zwemkleding aan. Ja, kijk, ik heb hier mijn bikini. Ik niet. Nou, op naar het strand. Nou, wij zitten hier lekker op het strand, hè? Ja, in de zon. In de zon. Eigenlijk, daar is hij dan. Kijk. De zon. De zon. Ja, heerlijk. Even niks hier, hè? Even helemaal niks. Even lekker in het water geweest. Wat ijskoud was. Het was wel ijskoud, hè? Tot aan hier. Ons plan was om erin te gaan. Achteraf geen goed plan. Plan is gewijzigd. Ja. Ik vind het een goed plan, maar ik ga. Ja. Oh, Peter gaat er nou in. Ja, en neemt de GoPro mee. Ja, even zien. Plons. Heb jij nog plan om het water in te gaan? Nee, ik ben net geweest. Ik heb heerlijk 6 baantjes gezwommen, 50 meter. Ik ben al net opgedroogd, dus om er weer erin te gaan. Was je slaapgevallen dan? Ja, jammer dit. Was een droom, of niet? Nou, wij gaan nog even genieten hier. En dan... Dit wordt heel slecht, hè? Dit kan dat er niet eruit. Knip eruit, knip. Knip. Jij zegt allemaal verkeerde dingen. Ja. En dan gaan we dadelijk terug naar het hotel. Dan gaan we daar nog even zwemmen, sauna daar gaan we, en alles. Ja, pakken. Daar gaan we echt zwemmen. Ja. En sauna. Oh ja, lekker in het Turkse stoombad, of wat zat er? Nou, wij zijn ondertussen alweer van het strand af en we staan hier in Rokanje zelf, want Peter was iets vergeten in te pakken. Sorry Peter, ik hoorde dat jouw schuld was en Nicky had je erop geattendeerd, maar je hebt er niet aan gedacht. Maar dat maakt niet uit, dus we hebben het nieuws gekocht en het is... Tinto de Brano! Ja, en niet één? Nou... Ja, kut en dan verder. Maar twee. Oké. Okay. Het is maar goed dat ik het vergeten ben. Ja, maar nou heb je wel iets anders wat beter. Dus wat zeg je dan? Dankjewel. Zo, wij zijn weer allemaal omgekleed. Fris en fruitig. En... Lekker gewellnessed. Ja, hebben we ook nog gedaan. Oh, ja. En nu lekker gedoucht. En klaar om spijkenissen onveilig te maken. Want nou gaan we eerst lekker eten misschien bij. Misschien is het dat al. Oh, heet dat? Misschien is het al. Benita. De La Cubanita. En cocktails drinken. Voor? Ja. 6 euro per stuk. Hey! Hey. Nou, wij zitten hier dus bij La Cubanita. Ja. Kijk eens wat er staat. Oh ja. Voor jou. Ja, want ik ben bijna jarig. Ja, alleen ja, dus... Dat vieren we vanavond vast, want Rico is te laat om mijn eigen verjaardag. Ja, dus dat vieren we nu vast. Ja. En voor als het koken mislukt. Ja. Ja. Dat kan je gebeuren. Maar we gaan nou cocktails bestellen. Ja. Voor 6 euro. Ja, bij cocktail nummer 2, 3, 4. En heerlijke tapas imas para compartir. Oftewel tapas op te delen, zoveel als je wil. Dit is ronde nummer 6 of zo, denk ik. We zijn lekker bezig. Ja. En geniet ervan. Ik heb mijn kersenvodka cocktail. Erg lekker. Ja, ik hoef het niet meer te delen. Deze is echt heel goed. Het wordt gewoon opgedronken van mij. Ja. Het was wel een lekkere, die pineapple nog wat. Ja. En ik heb een Sex on the Beach. En Marco... Dark and Stormy. Nou, eerder een leeg glas. Nu een leeg glas, dus ik moet eigenlijk alweer een nieuwe hebben.
Maar we gaan dadelijk over naar de toetjes. Eerst eten we dit op. Ja, lekker. Dan gaan we de toetjes doen. Toetjes. Cocktails, pub. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nou, wij zitten hier gezellig in de pub. In de pub. Hij is leuk, hè? Ja, nog maar met z'n vieren. Ja, hi. En we zijn een spelletje aan het doen. Welk spelletje zijn we aan het doen? We zijn codenames aan het doen en we zijn keihard aan het verliezen. Ja, ja. Maar dat kan ook gebeuren. Is niet erg. Ik ben gewoon heel goed hierin. Volgende ronde winnen we. Ja. Nou, wij gaan hier nog even een lekker spelletje doen. Dan gaan we... Daarna te bed. Te bed, want morgen gaan we... Naar op de Wiesbos. Dus ik zou zeggen, welterusten. The next day. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen lekker geslapen? Heerlijk. Jij ook? Ja, man. Ik ook. En wat zouden we nou doen? Kun je niet zien? Lekker aan het? Eten. We zijn aan het ontbijten. Lekker met pannenkoekjes en croissantjes. Worst. Worst. En wat gaan we dadelijk doen, Nico? Klaren in de Wiesbos. In de Wiesbos. In de? In de Wiesbos. Over het water. In een bootje. Ja. Ik zou zeggen, wij eten even door en dan gaan we dadelijk naar de Wiesbos. Nou, wij zijn hier aangekomen in het mooie... Wiesbos. Drimmelen. Nou, drimmelen. Drimmelen. We moeten nog naar de Wiesbos. We moeten nog het Wiesbos in. We gaan even ons bootje nou halen. En dan gaan we lekker varen. Nou, zoals je zag, wij zijn helemaal... Bepakt. Bepakt. We hebben heel veel eten bij. We kunnen gewoon overnachten als het moet zelfs. Ja, 4 weken. 4 weken, ja. Dus tot dan. Ja, dus wij gaan even ons bootje halen en dan zien we jullie dadelijk op de boot. Oké, we zijn bezig met een bochtje. En we zijn weg. En we zijn weg. En we zijn los. Ja. Oké, ik ga hem nou recht zetten. Ja. Gaan we nou recht? Ja, we gaan recht. Oh, dat gaat helemaal niks mis met Nicky Achterstuur. Ah, ik snap het wel. Ze zit een trillend apparaat vast te houden. Daarom wil ze varen. Een romantisch stelletje dit, hoor. Een trillend apparaat vast te houden. We gaan het mee varen. Wij zitten ondertussen hier op ons bootje en Nicky is echt een keigoeie kapitein. Hey. Doet ze echt prima. We zitten ondertussen hier. Zorg voor de catering. Ja, dit is Rico van de catering uiteraard. Het zonnetje schijnt. Lekker weer. Nicky is in de element, want ze heeft wijn. Ik ga Elke Tinto. Yay. Ja, dus dat doet ze keigoed. En dat is hier heel mooi ook, kijk. Dat we denken dat we alleen maar zuipen. Nee, hey, hoor, je zit ook de ene. Ja, ik zou zeggen... Proost! Op deze mooie dag! Proost! Nicky, hoe ben je het? Leuk, heel leuk. Ja, hè? Ja, lekker. Lekker weertje. De zon schijnt. Drinken erbij. Drinken erbij. Lekker pootje baden. Heerlijk. Peter vaart tegenwoordig. Peter doet het goed. Peter, we zijn trots op je. Ja. We zijn trots. Ja. Doe het goed. Ja, Riek, wat vind jij ervan? Heerlijk. Goed zo. Dankjewel. Nou, we varen nog even lekker verder. Ja. Nou, ondertussen zitten we nog steeds hier op ons bootje aanronden. Het
zit al een fles 2. Ja. Handen. 2. Ja. Beetje jammer. Ja. Wat vinden we van het bootje so far? Heerlijk. Ja, heerlijk. Lekker. Heerlijk. Ik vind het leuk. Ik word denk ik een echte zeeman. Ik ook. Lekker. We zitten hier een biertje en we hebben lekker wijntjes en we hebben gezellig. Peter? Kom eens naar vooruit. Zouden we al vastzitten of komt dit nog goed? Dat kan niet vastzitten. Catastrofe deel 1. Dit is er vast, hoor. Zet hem eens in de achteruit dan. Help, help! We zitten vast. Ja. We zijn gered! Toch, Rico? We zijn er weer. Ondertussen zijn Nicky en ik al het water in geweest. Nicky? Hey, we hebben gezwommen! We hebben gezwommen! Ja, we hebben sprong gemaakt en vast nog bangen. Het was wel fucking koud, maar dat maakt niet uit. We hebben het in ieder geval gedaan. En nou, biertje. Hey. Colaatje. Wijntje. Bier. Biertje. Nou, we zitten hier en we hebben lekker gevaren vandaag over de Biesbos. We hebben Piepje opgehaald en een bad gedaan. En een bad gedaan, Rijk. En daarmee sluiten we ons weekend af. Nou, we sluiten ons weekend af nog met een lekker frietje. En dan is het morgen alweer tijd om te werken. Nou, lang leven de rol. Ja. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, fijne avond. Doei.